Welkom. Ik mag jou feliciteren, want jij bent de 20.000ste bezoeker van dit seizoen. Gefeliciteerd. Dank je. Je hebt betaald altijd, hè? Nou, dat hoeft dan even niet meer, want ik geef jou een 10 badenkaart. Dus die, daar kan je in ieder geval 10 keer zwemmen, maar het blijft altijd geldig. Dat is wel makkelijk. Voor de foto's hebben we deze. Gaan we dit even doen, en dat is je moeder. Nou, dan mag ik die bosje bloem aanbieden. En nou gaan we nog even voor de... Hartstikke leuk. Even naar de camera kijken. Helemaal verlegen uit. Ja. Dan voor het licht. Ik kom er ook even bij zitten. Hey Ivy, gefeliciteerd. 20.000ste bezoeker. Ja. En ik heb gehoord dat dat heel veel is. Ja. Want normaal hebben ze dat pas aan het einde, als het bijna weer dicht gaat. Ja. Ga je vaak zwemmen hier? Ja, heel vaak. In de zomervakantie? Ja, ook. En hoe vaak is vaak? Heel vaak. Gewoon elke dag, als mooi weer is? Ja, bijna. En met je moeder? Ja, maar mijn moeder gaat niet zwemmen. Oh, die gaat niet zwemmen, die gaat gewoon mee. Ja. Ja. Ik ga gewoon mee. Ik zit lekker op het bankje. Ik ben allergisch voor dazen, dus dat is niet slim om te gaan zwemmen. Gewoon lekker boekje mee. Precies. En jij, want je bent niet met allemaal vriendjes en vriendinnetjes nu, hè? Nee, maar die komen misschien wel later. Want je kent altijd wel mensen hier. Ja. Nou, heel veel plezier. Je hebt een 10 rittenkaart geloof ik gekregen, hè? Ja. Dus je mag voorlopig gratis zwemmen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Hé, hey, veel plezier. Dankjewel. Oh. Hoeveelste keer ben je deze week hier al? Nou, is het de eerste keer deze week of ben je al 100.000 keer geweest? Ik denk wel 100 keer of meer. Ja? Dus bijna iedere dag kom je wel? Ja. Joop, jij bent de zwembadmanager. Ja. Mooie dag vandaag dan dus. Prachtige dag, 20.000 bezoeken ontvangen. Veel eerder dan normaal, hè? Ja, normaal mogen we hopen dat we een heel seizoen 20.000 bezoekers hebben. En nu op 1 augustus hebben we die 20.000 al bereikt. En voorlopig ben je nog niet dicht? En voorlopig blijven we tot 2 september open. In ieder geval? En in ieder geval, want meestal plakken we het altijd een weekje aan vast. Maar dan hebben we niet meer al het personeel in dienst. Maar dan gaan we op bepaalde tijden nog even open, afhankelijk van de weersomstandigheden. En we blijven in ieder geval, het laatste moment dat je hier in ieder geval kan zijn, is op 9 september. Want dan hebben we weer het hondenzwemmen. Wat redelijk populair aan het worden is. Als mooie seizoensafsluiting. Als seizoensafsluiting, inderdaad. En die 20.000ste, wat heeft hij nou net gekregen? Hij heeft, het was Ivy Tagu. En die heeft een 10 badenkaart van ons gekregen. Het was een meisje wat altijd betaalt om binnen te komen. Dus ze kan vervolgens 10 keer voor niets naar binnen. En natuurlijk vandaag ook voor niets naar binnen. En de moeder die erbij was, kreeg een mooie bos bloemen van ons. Gaat dit jaar, want het is natuurlijk zo warm en lang droog, een record opleveren voor jullie, denk je, qua bezoekers? Nou, we hebben toevallig een lijstje gemaakt en daar bleek dat we in 2006 28.000 bezoekers hebben gehad. En ik denk niet dat we dat nog in de maand tijd, die 8.000, gaan halen. Maar wij hopen wel het daarop volgende record, dat was 23.000, die hopen we wel te halen. 3 of 24.000. Maar je weet het nooit, want als het... nog 14 dagen 30 graden wordt, dan gaan we heel hard die kant op. Kom allemaal naar het zwembad. Zou het zeker doen.